In alle rust heeft PSV zich de afgelopen week kunnen voorbereiden op de topper tegen Feyenoord aanstaande zondagmiddag. Geen van de spelers had interlandverplichtingen, alles was beschikbaar. Dus Dick Advocaat heeft een prima trainingsweek achter de rug. Ja, goede week. We hebben goed getraind. Dus hele interessante wedstrijd natuurlijk. En ik denk ook dat de wedstrijd van afgelopen weekend voor een heel goed gevoel heeft gezorgd. Vooral de manier waarop dat je knokkend echt naar een goede overwinning gaat. Nou, het was een hele lastige tegenstander. En, ze staan natuurlijk niet voor niks zo hoog. Dus daar gingen we goed mee om. Ik denk dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben. De kansen die we kregen hadden we toch wel iets sneller afstand moeten nemen. Maar als je dan met 20 minuten voor het einde met 10 man staat, dan kom je er goed doorheen. We zijn 2 dagen vrij geweest deze week, dus... Dat is goed, we zijn tot rust gekomen en ik denk dat iedereen wel naar de wedstrijd toe leeft en dat het een goed gevoel is. Ja. Het is ook wel een lekker gevoel om uit zo'n weekend te komen. Hè? Goede overwinning op FC Utrecht, de wetenschap dat je ervoor moet knokken. Ja, inderdaad. En dat is ook hetgeen wat nog wel eens ontbrak. En we hebben laten zien dat we dat ook kunnen. Dus nu met dat vooruitzicht gaan we met heel veel vertrouwen naar Rotterdam toe. Ja. Maar Dick Advocaat heeft nog wel een probleem te tackelen, want Mark van Bommel en Atiba Hutchinson zijn allebei geschorst, kunnen dus tegen Feyenoord niet spelen. En het probleem is, wie speelt er rechtsback? Afgelopen week bekeek advocaat Joshua Brenet en ook deze Zanka in de wedstrijd van Jong PSV. En Dick Advocaat is er duidelijk over. Ja, maar Zanka speelt gewoon. Moeten we niet zo moeilijk over doen. De jongen heeft genoeg ervaring, dus die kan er makkelijk spelen. Goed, dat is duidelijk. Zanka speelt dus rechtsback tegen Feyenoord. En hoe gaat advocaat het middenveld oplossen? Ongetwijfeld met de nog jonge zweet Oscar Hiljemark. Simpel met Hiljemark, ja. En dan staat Wijnaldum op 10, staat Matafs in de spits en speelt Lens gewoon op rechts? Daar hebben we nog wat meer mogelijkheden mee. Dus we moeten even kijken. Goed, daar worden we dus bij Dick Advocaat niet veel wijzer over. Zullen we het eens vragen aan Jeremy Lens zelf? Weet hij al of hij rechts speelt of in het centrum? Nee, ik blijf lekker in de voorste linie spelen. En of dat in de spits is of vanuit rechts, dat zien we zondag wel. Ja. Daar is de trainer nog niet uit, heeft het jou nog niet verteld? Nee. Wat vind je van Feyenoord op dit moment? Ik vind het een goede ploeg. Spelen goed vanuit de organisatie. Dat geeft al aan als 4 van de verdediging bij het Nederlands elftal zitten. Dat geeft toch aan dat het een stabiele ploeg is. En we weten hoe ze spelen met de lange bal Pelle. Die heel balvast is en die bal kan zorgen voor een vervolg. En dat is hetgeen wat wij moeten gaan bestrijden en vooral ons eigen spel moeten gaan spelen. Nou, Feyenoord doet het gewoon goed. Een jonge ploeg. Nogmaals, ze staan 6 punten achter. Doen nogal volop mee met het kampioenschap. En ik vind dat ze heel leuk voetballen. Daarnaast hebben ze natuurlijk de enorme steun ook aan de fans, het thuispubliek. Maar ik denk als voetballer zijnde lijkt me ideaal... Ik heb zelf ook mee mogen maken om daar te spelen. Het is natuurlijk geweldig. En daar kun je volgens mij alleen maar beter van worden, hoor. Feyenoord verrast inderdaad deze competitie. Is een serieuze concurrent voor PSV in de strijd om de landstitel. Maar als PSV in de Kuip zou weten te winnen, dan zet het Feyenoord op 9 punten. En is die ploeg vrijwel uitgeschakeld voor de titel. Ze zullen waarschijnlijk toch heel agressief beginnen. Maar dat willen wij ook. Dus het zal van beide kanten een hele interessante pot zijn. Met hopelijk een hele goede scheidsrechter. Ja. Ik verwacht een... ik denk dat misschien de eerste paar minuten wat afwachtend zullen zijn. En dat het daarna wel echt los gaat komen en met een goed resultaat voor ons. Ja, wat voor rol speelt zo'n bijna intimiderende Kuip dan? Nou, voor Feyenoord kan het heel goed zijn en heel positief zijn. Maar wij kunnen het ook omdraaien. Door daar op voorsprong te komen en door middel van heel goed voetbal de Kuip een beetje om het zomaar even zo wat stil te krijgen. En dat kan een positief effect hebben op ons. Want los van 3 punten pakken, je kunt een punt maken komend weekend door een concurrent te elimineren, bijna op afstand te spelen. Ja, goed, Feyenoord die blijft meedoen. En zolang dat zo is, dan moet je van je directe concurrent winnen. En ik denk dat we nu geen wedstrijden meer krijgen waarbij we even makkelijk kunnen winnen. Dus we moeten iedere wedstrijd 100% geven. En ik denk ook niet dat je echt meer punten kan laten liggen ergens. Dus dat geldt ook voor zondag.